Welkom bij deze serie over Dhammakaya meditatie voor starters. Dit is de eerste lezing online in deze serie waarin ik uit de doeken zal doen wat Dhammakaya meditatie nu eigenlijk is en hoe we het kunnen leren. En misschien ook een klein beetje over de geschiedenis van Dhammakaya meditatie, want dat verheldert wel. Dat helpt wel ons beter te begrijpen wat het nu eigenlijk is. Dus vandaag, om toch een beetje er een conversatie van te maken, heb ik twee van onze toegewijde vrijwilligers uitgenodigd die al jarenlang actief zijn in onze Belgische zustertempel. Kunnen jullie je even voorstellen? Ja, ik ben Mark uit Zottegem, Oost-Vlaanderen. Hallo iedereen, ik ben Brigitte, de partner van Mark. En een achttal jaar geleden zijn wij in contact gekomen met de Dhammakaya-tempel in België, gesitueerd in Leiden. En dat was het begin van onze spirituele weg. Ja, dus vandaag gaan we het hebben over Dhammakaya-meditatie en hoe we het het beste kunnen aanpakken en welke aspecten er zijn aan deze meditatie. Voor diegenen die naar deze uitzending, luisteren, het is belangrijk je te realiseren dat dit enkel de theorie is van de Dhammakaya meditatie. Voor een daadwerkelijke meditatiebegeleiding kun je ook op onze website kijken. Onder het kopje inspiratie vind je verschillende begeleide meditaties van verschillende leraren. Maar dit is een theorie van de uitleg van de Dhammakaya meditatie. En het is heel handig om toch even deze theorie door te nemen voordat je je toelegt op een dagelijkse beoefening. Dus nu zou ik willen beginnen met kort wat te vertellen hierover. Belangrijkste fundamentele aspecten van Dhammakaya meditatie zijn aandacht en welzijn. Maar er is ook een aantal dingen dat ik je wil vertellen over de houding in meditatie. Maar ik zal me met name concentreren op die twee aspecten van aandacht en welzijn. Allereerst, wat is Dhammakaya meditatie? Er zijn verschillende soorten boeddhistische meditatie. Ik zou even zeggen nog, Mark en Brigitte, jullie kunnen me gerust onderbreken, hè? Ja, ja. Dus de één meditatie soort is gericht op kalmte en één andere soort van meditatie is gericht op inzicht. En dat noemen we vipassana. Dus het samatha en vipassana zijn de twee belangrijkste doelen van boeddhistische meditatie. En sommige meditatietechnieken zijn met name gericht op kalmte, waaronder dus bijvoorbeeld ademhalingsmeditatie, bepaalde Tibetaanse en Chinese meditatie en zenmeditatie. Dan heb je ook meditatievormen die dus met name op inzicht zijn georiënteerd, op het reflectie op de werkelijkheid. De Burmeese methode bijvoorbeeld, die ook wel bekend staat als Satipatthana. En de Goenka-meditatie die daar is van afgeleid. Maar je kunt deze twee onderdelen van de meditatie ook wel zien als aspecten in plaats van stadia in de meditatie. Nu, wat is nu de relatie met Dhammakaya-meditatie? Dhammakaya-meditatie is eigenlijk verenigd deze twee aspecten van meditatie allebei in dezelfde methode. Dhammakaya meditatie begint met samatha, met kalmte, helderheid van geest en uiteindelijk wanneer je in jezelf meer stabiel helderheid ontwikkelt, stabiliteit en helderheid, dan zul je dus kennis maken met het aspect van vipassana of inzicht. Maar ook zelfs vanaf de eerste stadia, de eerste stappen van meditatie, zul je merken dat
Gewoon door innerlijke helderheid en rust te ervaren, je de wereld ook helderder gaat zien en beter begrijpen. Dus in feite zie je dat die aspecten van kalmte en inzicht altijd weer samengaan. Een ander woord voor Dhammakaya meditatie is ook Vichha Dhammakaya, zo wordt het in Thailand genoemd. Vichha Dhammakaya. En Vichha betekent inzicht of de directe kennis van de werkelijkheid. Mag ik hier iets vragen, Lundi Sander? Ja. Soms spreekt men ook van contemplatie. Ja, dus die vipassana kun je inderdaad wel ook vertalen als contemplatie. Ja, inderdaad. Dus vipassana kunnen we vertalen als contemplatie. Je zou kunnen zeggen dat het contemplatie is, maar ik wil er wel bij zeggen dat vipassana is een... In feite is de betekenis ervan gaat om een... het begrijpen van de werkelijkheid op een manier die niet intellectueel is. Die voorbij het intellectuele gaat. Dus het werkelijk begrijpen van de werkelijkheid op een hele diepe manier. En het idee van vipassana is ook een soort, dat het een bijzondere manier van kijken naar is. En dat is ook de letterlijke betekenis van vipassana. Dank u wel. Ja. Nu zie je hier een afbeelding van Lompu Sot, Tsantasaroho. Dat was degene die de Dhammakaya meditatie eigenlijk in de huidige periode waarin we kennis maken met de Dhammakaya meditatie heeft geïntroduceerd. Dus hij is eigenlijk begonnen met de Dhammakaya meditatie te onderwijzen in het begin van de 20e eeuw, 1917, sommige tradities zeggen ook 1916, maar in onze tempel zeggen we 1917. En in die tijd is hij begonnen met het onderwijzen van deze meditatievorm. En uiteindelijk is het bekend geworden vele jaren later, tijdens de Tweede Wereldoorlog, is het eigenlijk steeds bekender geworden. Omdat in die tijd de tempel waarin deze monnik, Lompu Sot, les gaf, bekend werd om vanwege het feit dat deze tempel tijdens de Tweede Wereldoorlog soms als een soort van schuilplaats werd gezien, of als een plaats waar mensen konden schuilen tegen de bommen en zo. Dat was in ieder geval zo dat Lompu Sot steeds een belangrijkere rol kreeg als een leraar in die tijd. Dat was eigenlijk ook al gaande voor de Tweede Wereldoorlog. En hij heeft eigenlijk een enorme bijdrage geleverd aan de wederopleving van, meditatie in Thailand als een praktijk voor iedereen, niet enkel en alleen voor een aantal mensen die daar interesse in hebben of die daar zich aan hebben toegelegd, zoals monniken of zo, maar een algemene beoefening. Dus tot vandaag de dag zie je dus nog steeds in de tempel waar hij vroeger dus de abt was of de hoofdmonnik, zie je nog steeds elke dag mensen mediteren. Van alle rangen en standen, van alle delen van de samenleving zie je mensen komen naar de tempel om te mediteren. Ook al is deze leraar Lompu Sot, leeft hij nu niet meer, maar je ziet nog steeds heel veel mensen die naar de tempel komen om te mediteren. Dus zijn erfenis is heel duidelijk nog steeds helder aanwezig. Nou, Dhammakaya meditatie is heel erg een meditatievorm die uitgaat dat je het dagelijks doet. Het is een hele intuïtieve vorm van meditatie. En het is ook iets wat je echt dagelijks kunt leren. Het is een meditatievorm die we niet meenemen alleen in ons dagelijks leven als een soort principe of een manier van kijken naar de werkelijkheid of zo. Nee, het is echt werkelijk een beoefening waarbij we echt gaan zitten en het gaan doen. En in feite kun je het wel vergelijken met dagelijks een douche nemen of dagelijks een bad. En daarmee zorg je voor je hygiëne. En daar zal ik zo nog op het einde op terugkomen. En dat is dus de vergelijking die we hier trekken. Dus in feite is het dagelijkse meditatie essentieel aan de Dhammakaya meditatie. Dus dat zeg ik vanaf het begin, zodat je ongeveer weet wat voor soort beoefening het is.
Ik weet dat in onze tempel is het traditionele advies altijd: mediteer 2 keer een half uur per dag. Een half uur in de ochtend en een half uur in de avond. Monniken doen natuurlijk vaak veel meer meditatie. Maar dat is iets wat heel veel mensen nog wel kunnen doen. Maar ik wil er ook bij zeggen dat zelfs als je vindt dat een half uur in de ochtend en een half uur in de avond veel te veel is voor jou, dan is natuurlijk elke tijd dat je eraan besteedt, is natuurlijk waardevol. En als je 5 minuten kunt mediteren, dan is dat 5 waardevolle minuten. Als je er 10 minuten aan kunt besteden, dan zijn dat 10 waardevolle minuten. Nou, er zijn 3 belangrijke aspecten aan Dhammakaya meditatie, die ik dus al in het begin, de titel, kort noemde. In ieder geval 2 van de 3. Aandacht is een belangrijk aspect. Aandacht heeft de laatste tijd heel veel in het nieuws gekomen, want het aspect van aandacht, zoals je dat ziet in boeddhistische meditatie, wordt in het Engels vertaald als mindfulness. Nu, in Dhammakaya meditatie is aandacht en mindfulness, dit is in het oorspronkelijke oud-Indisch, is dat sati. Dat betekent dat je dus mentaal goed voorbereidt op de meditatie en dat je je ademhaling volgt. En dan aan het einde van de ademhaling ga je naar wat we noemen het midden van het lichaam. En dat is eigenlijk de hele kern van Dhammakaya meditatie. Ik zal je dat in een afbeelding laten zien. Dus hier zie je dit punt. Dit is dus in het midden van je lichaam. Net boven de navels. Traditioneel zegt men 2 maal de breedte van een vinger boven de navel. En daar vind je dus een punt in jezelf, dus niet in je elleboog, maar in het midden van je romp. En dat punt, je kunt dat het soms, voor heel veel mensen kun je dat het makkelijkst contact mee maken door dus in te ademen. En dan kijk je waar gaat je ademhaling heen. En dan voel je die beweging van de ademhaling bijna altijd, voor heel veel mensen, voel je die helemaal tot in je buik. En die beweging van de ademhaling, die helpt je dus om contact te maken met dit punt in jezelf. En in feite gaat het natuurlijk om een abstracte visualisatie, voorstelling van. En het kan ook werkelijk ook helpen om je een bepaald beeld voor te stellen. Bijvoorbeeld een zon, een maan of een licht. Dus hier zie je in deze afbeelding dat er een soort klein balletje is getekend. Je kunt ook inderdaad een soort van sfeer of een balletje je voorstellen. En daarom zeg ik ook een zonnetje kan, een maan of een lichtje kan allemaal. En daar zijn ook verschillende voorbeelden van in de begeleide meditaties op onze website, als ook in de online meditaties die we regelmatig aanbieden. Wat bedoel je eigenlijk met je mentaal goed voorbereiden, Lumpy Sandy? Goed voorbereiden op meditatie? Dat is goed dat je het zegt. Ik ga er even snel aan voorbij. Maar in feite begint aandacht natuurlijk op het moment dat je je voorbereidt op meditatie. Dus als je met meditatie begint, is het belangrijk dat je eventjes goed, langzaam, als het ware, afkoelt voordat je begint met meditatie. Dat je niet bijvoorbeeld op de fiets stapt en heel hard gaat fietsen naar het meditatiecentrum en dan ineens gaat mediteren. Of dat je meteen van je werk terugkomt, je hebt heel veel meegemaakt en je gaat meteen mediteren. Het is wel goed om meditatie niet uit te stellen, maar aan de andere kant is het ook niet nodig om heel gehaast te gaan mediteren. Dus neem even de tijd om af te koelen. Pak even een glas water. Kijk even naar buiten. Ga even rustig wat tijd voor jezelf nemen. Dat bedoel ik daarmee. Dan heb je het tweede aspect van meditatie. En dat is welzijn. In het Thais zeggen we sabai. En die twee die gaan eigenlijk altijd samen. Als je dus welzijn hebt, sabai, dan is het ook makkelijker om lang aandachtig te zijn. Als je aan de andere kant geen aandacht hebt, en je hebt enkel welzijn in meditatie, je richt je helemaal op het
goed voelen in meditatie, dan kan het soms zijn dat je juist helemaal weg bent, in slaap valt of wegdroomt. En voor sommige mensen die normaal gesproken heel erg gestrest zijn, kan het soms heel fijn zijn om weg te dromen. Maar dat is niet het doel van Dhammakaya meditatie. Dus in feite hebben we het over een balans tussen aandacht en welzijn. Welzijn gaat over in de eerste plaats het ontspannen van je lichaam en geest. En dan zorg je ervoor dat je leert je aandacht, je gedachten, je gevoelens te ontspannen. En het is ook een beetje een zoektocht voor jezelf naar wat jou ontspant. En de laatste tijd doe ik in begeleide meditaties heel veel dat ik tegen mensen zeg, laat je gedachten gewoon gebeuren. Laat je gedachten komen en gaan. En daar zal ik later nog wat meer over vertellen. Zou het kunnen dat de houding daar toch wel belangrijk is, Lumpy Sander? Omdat we vanuit eigen ervaring, toen dat we begonnen met meditatie, ook wel eens lichtmeditatie gedaan hebben. En dat we daar dan toch wel vaststelden dat het welzijn primeerde boven de aandacht. Dat we soms echt wel in slaap vielen bij lichtmeditatie. Dus dat de houding echt wel belangrijk is ook om een balans te vinden. Ja, zeker. Houding is ook belangrijk in meditatie. Dus we kunnen daar zo wat meer op ingaan. Dus de houding geeft je die balans ook. Dus als je bijvoorbeeld in je houding te veel voorover buigt of een beetje zo gaat zitten zonder aandacht, dan verlies je al snel ook de aandacht in meditatie. Aan de andere kant, als je zo wat meer recht gaat zitten en je neemt echt de aandacht, gaat in een aandachtige houding zitten en je laat ook, je zorgt ervoor dat je bloedsomloop en je ademhaling niet verstoord zijn. Dat je echt wat ruimte in je borstkas krijgt ook. Nou, dat is een beetje een houding die je natuurlijk je meditatie ondersteunt. Dus dat is zeker belangrijk, je houding. Ja. Dat alles, dat samen gecombineerd, die aandacht en het welzijn, dat beoefenen we dan regelmatig. We zoeken naar de balans, we vinden de balans. En die regelmatig noemen we in het Thais Samam Samaya. En daarbij is het belangrijk dat we dus ook leren om onze gedachten te laten zijn zoals ze zijn. Om niet te veel te beheersen. En dus altijd in de gaten te houden of we die balans tussen aandacht en welzijn nog wel aan het ontwikkelen zijn. Dus soms dan kan het zijn dat we al een tijdje mediteren. En dat we toch nog steeds nu en dan weer even terug moeten grijpen naar die balans. Dat we kijken van nou, misschien ben ik nu te aandachtig. In die zin dat we misschien te gefocust zijn. Aandacht, daar kun je nooit te veel van hebben, maar het is wel altijd belangrijk dat het gebalanceerd is met welzijn. Dus dat we ons wel er gemakkelijk bij voelen en dat het niet stress wordt. Dus dat is wat ik bedoel met die balans tussen aandacht en welzijn op een regelmatige manier leren oefenen. En dan, dat is een kwestie van observatie ook, kijken van nou gaat het goed, zit ik in de meditatie goed, werkt het voor mij, moet ik misschien de methodiek of de techniek die ik gebruik een beetje aanpassen. Dat is wat we ook heel belangrijk vinden en dat noemen we in het Thais Sankhet. Dus ga naar elke meditatie na wat voor jou werkt en wat niet. En let ook op hoe je dagelijks leven je meditatie beïnvloedt. Zoals ik al zei, als je bijvoorbeeld heel erg je haast naar het meditatiecentrum of de tempel waar je mediteert, dan kan het zijn dat je die haast meeneemt in de meditatie. En voel je dat al snel, die verandering? Of duurt dat een tijdje voordat je die verandering eigenlijk voelt? Want ik begrijp dat mensen, als ze beginnen mediteren, heel snel verandering willen.
Ja, je hebt natuurlijk twee dingen. Je dagelijks leven beïnvloedt je meditatie, maar je meditatie beïnvloedt ook weer je dagelijks leven. En mensen inderdaad verwachten heel snel dat meditatie heel snel hun leven zal veranderen. Dat kan, maar het is ook vaak een heel geleidelijk proces dat wel heel krachtig is en heel diep gaat. Ze hebben bewezen in onderzoek dat meditatie bijvoorbeeld niet zo effectief is als het slikken van medicijnen als het gaat om stressbestrijding. Maar ja, als je natuurlijk de meeste mensen de vraag stelt van wat wil je, wat is een gezonde manier om met je stress om te gaan, is natuurlijk heel duidelijk dat het slikken van medicijnen op de lange termijn natuurlijk allerlei soorten bijeffecten heeft. En het veel minder diep, op een diep niveau, de wortels, de problemen van stress aanpakt. Meditatie is daarmee een lange termijn oplossing die geleidelijk aan je leven verandert. En die dus ook geleidelijk aan, kun je dat ook observeren hoe dat zo plaatsvindt. En je zult dus ook merken dat wat de onderzoekers al hadden ontdekt, en dat het uiteindelijk een heel krachtige manier is om te gaan met stress. Dat je daarvoor dus dat je geen bijeffecten hebt. Meditatie is in die zin veel gezonder dan bijvoorbeeld het slikken van medicijnen tegen stress. Nu ga ik een beetje in de details in van elk van die aspecten van meditatie. Aandacht is dus de laatste tijd heel veel in het nieuws geweest. Er is een groeiende interesse voor meditatie en mindfulness. Dat is eigenlijk al sinds de 90e jaren. Dat hadden we een beetje een boeddhistische periode met die films zoals The Little Buddha en andere films die gingen over hoe meditatie en boeddhisme kregen daar eigenlijk een hele prominente rol toebedeeld. En dat was ook dezelfde periode dat er een groeiende interesse was in het werk en de meningen van de Dalai Lama. De Dalai Lama is niet het hoofd van het Thais boeddhisme, maar we respecteren hem wel als een leraar. En het feit dat men meer interesse heeft in zijn meningen en dat zijn inzichten over meditatie ook meer worden overgenomen, is natuurlijk gewoon altijd heel positief. Mindfulness is nu sinds enige jaren al een belangrijk sleutelwoord. En het is eigenlijk steeds meer, vindt het ingang in allerlei aspecten van de samenleving, ook in de lage landen, in Nederland en België. Wordt gehanteerd door verschillende beroepsgroepen. Waaronder zakenmensen in het zakenleven, de brandweer en professionele sporters. In Nederland is dat in ieder geval zeker zo. In België zie je dat het met name in de zorg heel erg aanslaat, waar mindfulness wordt aangeboden, maar ook wel in het zakenleven. Je ziet ook in andere landen dat steeds meer cursussen mindfulness worden aangeboden aan studenten of scholieren in het primair, secundair onderwijs, maar dus ook de universiteiten, omdat het gewoon heel erg kan helpen bij concentratie en het omgaan met stress. Dan zie je dus ook de meditatie-apps als gevolg daarvan dus ook heel populair zijn. Een aantal belangrijke apps kun je zo al vinden op je telefoon. En die apps die zijn zijn enorm veel mensen die gebruiken. Dat zijn niet kleine apps, dat zijn enorme apps. En daarin zie je dus dat er een groeiende belangstelling is voor dit aspect van meditatie, wat we noemen mindfulness of aandacht. Je ziet ook wel dat meditatie en mindfulness daarmee een beetje één begint te worden, dat mensen eigenlijk de twee een beetje aan elkaar gelijk stellen. Maar in feite is mindfulness niet exact hetzelfde als meditatie. Mindfulness is een belangrijke term in het boeddhisme die onderdeel is van de beoefening. En het wordt in het Westen eigenlijk nu steeds meer gebruikt voor van oorsprong boeddhistische mentale technieken. Afkomstig uit Myanmar,
Thailand, Vietnam. En dit is dus in feite wordt dat dan, is dat dan ontwikkeld als een seculiere methodes die je overal kunt toepassen zonder een religieuze context. En daar, de meest bekende daarvan zijn natuurlijk de MBSR en de MBCT. Mindfulness-based stress reduction en mindfulness-based cognitive therapy, wat in Nederland ook wel aandachtgerichte cognitieve therapie wordt genoemd. En dat is geïntroduceerd door Kabat-Zinn. En dat is eigenlijk, heeft mindfulness eigenlijk gemaakt tot een seculiere, algemeen wijdverspreide manier om meditatie te gebruiken in allerlei aspecten van de samenleving waar het niet noodzakelijk die religieuze context hoeft te hebben. En ook vaak niet kan hebben. Als je bijvoorbeeld in de gezondheidszorg of in het onderwijs mindfulness zou introduceren door boeddhistische monniken in een heel duidelijke religieuze context, kan dat niet altijd vanwege de scheiding van de kerk en staat of vanwege het feit gewoon dat er heel veel mensen daar zich niet gemakkelijk bij voelen in sommige wat meer christelijke landen. En ja, dan zie je dus dat er deze seculiere benaderingen ontstaan. Mindfulness wordt daarmee gebruikt als een soort neutrale, niet-religieuze term. Er is ook heel veel onderzoek naar gedaan en boeken over geschreven. Maar in feite is mindfulness niet alleen maar een zo'n soort van term die je in plaats van meditatie kunt gebruiken. Hier zie je nog hoe dat ook in Nederland die mindfulness steeds meer ingang vindt. En ik kan ook wel heel veel voorbeelden noemen uit België. Zelfs in de Maraisochee schijnt het gebruikelijk te zijn dat mindfulness nu in Nederland, bij de Nederlandse Maraisochee wordt geïntroduceerd. Je vraagt je af hoe dat gaat, maar goed. Maar goed, laten we even terugkomen op mindfulness, wat het nu eigenlijk is. In Nederlandse vertalingen van boeddhistische teksten wordt het vaak vertaald als bewuste aandacht. En ik denk in België ook wel. En het is een onderdeel van het achtvoudig pad. Dus je hebt een heel belangrijk pad in het boeddhisme, wat een van de eerste dingen is die de Boeddha heeft onderwezen. En een onderdeel daarvan is dus die juiste aandacht of die juiste mindfulness. Maar de volgende stap na juiste aandacht is juiste meditatie of juiste concentratie. Dus daar zie je dus dat het eigenlijk twee verschillende stappen zijn en dat het oorspronkelijk niet exact hetzelfde is. Maar het wordt vaak dus met elkaar verward. Maar het is belangrijk dus te realiseren dat mindfulness, aandacht, dat dat iets is wat je eigenlijk voorbereidt op meditatie. En dat het je helpt om ook die meditatie te onderhouden in je dagelijks leven. Je zou kunnen zeggen dat mindfulness in feite je meditatie is in je met je ogen open. En dat samadhi of meditatie, concentratie, dat dat in feite meditatie is met de ogen gesloten. Dus dat onderscheid zie je wel in de boeddhistische teksten. Maar in de werkelijkheid van ja, hoe dat nu die terminologie wordt gebruikt in het Westen, zie je dus dat onderscheid dat dat niet echt heel duidelijk meer is. Dan zouden we daar kunnen zeggen, Loempie Sander, dat eigenlijk het mindful het mentaal voorbereiden is, of niet? Het mentaal voorbereiden op meditatie. Met mindfulness geeft je heel veel als het heeft heel veel voordelen. Niet alleen maar een voorbereidende meditatie. Het geeft je ook een zekere focus in je dagelijks leven. En het geeft je een zekere vrijheid. Doordat je meer mindfulness hebt, meer aandacht, merk je dus ook dat je vrijer bent. Dat je niet meteen op je respons, op je impulsen reageert, maar dat je meer ruimte hebt om te reageren en hoe je reageert op situaties. Daardoor heb je dus ook meer creativiteit in je dagelijks leven. Dus je merkt dat je creatiever kan omgaan met situaties en dat je ook in je werk en ja, je hobby's meer creativiteit kan vinden.
Omdat je in feite buiten de bestaande patronen, buiten de vastgelegde patronen van je denken treedt. Doordat je dus met aandacht leert naar je eigen bewustzijn, je eigen aandacht te kijken, wat we ook wel meta-aandacht noemen, dus aandacht voor de aandacht, leer je dus ook een beetje je minder te laten leiden door je eigen geest, door je eigen aandacht, waardoor je dus meer ruimte ervaart. Ik zal daar zo nog op terugkomen, maar dat is ook iets wat heel moeilijk theoretisch te begrijpen is. Dat is ook iets wat je eigenlijk kunt leren door dagelijks meditatie te oefenen. En dan begrijp je precies wat ik bedoel. Daardoor, door die aandacht in je dagelijks leven toe te passen, vind je dus ook meer wijsheid. Omdat, zoals het Nederlandse spreekwoord al zegt, bedachtzaamheid is de moeder van wijsheid. Dus als we aandacht hebben en voorzichtig zijn, dan in ons dagelijks leven zorgvuldig over dingen nadenken, bezint voor je begint, dan merk je dus ook dat je meer wijsheid in je leven hebt. En daardoor kun je meer aan je principes houden. De dingen waar je voor wilt staan. Je voelt je meer één met jezelf. Je hebt niet het gevoel dat je één ding denkt en iets anders doet. Maar dat je echt wel staat voor... Dat je echt wel bij jezelf bent. En bij je eigen principes blijft. Dat noemen we ook wel traditioneel zuiverheid. Maar dat is niet iets wat je veel in het Nederlands zegt. Nu, om even terug te komen op jouw vraag van zojuist, Brigitte. Wat is nu, hoe kun je dat nou heel duidelijk uitleggen, die relatie tussen meditatie enerzijds en aandacht anderzijds, of mindfulness? Nou, je kunt het wel vergelijken met een schroevendraaier. In Azië hebben ze vaak hele concrete metaforen die wat minder poëtisch zijn dan bij ons. Dus deze komt uit Azië. Aandacht wordt wel vergeleken met een schroevendraaier op een muur zetten en een schroef zo in de muur draaien, in de muur in feite de schroevendraaier op de schroef zetten. En in meditatie wordt wel vergeleken met het werkelijk draaien van de schroevendraaier, waardoor de schroef in de muur komt. Aandacht is als het ware je aandacht in jezelf. Je bent minder afgeleid, je bent hier. Maar de diepgang is nog veel minder dan in meditatie. Meditatie gaat in feite dieper. Je zou kunnen zeggen dat meditatie wat dat betreft een soort meer diepere, verticale dimensie is van aandacht. Dus in feite geeft aandacht je de mogelijkheid om minder afgeleid te zijn. En meditatie maakt dat je in feite dieper gaat in die aandacht. Dat die aandacht verfijnde. Meer verfijnd wordt. Aandacht of mindfulness zorgt ervoor dat je in je leven meer bent bij wat je doet. Dat je meer in het hier en nu bent, dat je meer aanwezigheid van geest hebt. Aan de andere kant geeft meditatie een zekere verfijning van geest. Daarbij is dus ook welzijn belangrijk. Om die aandacht op lange termijn te kunnen bewerkstelligen. En dat allemaal leidt tot innerlijke groei. Zo zou je het gehele proces van meditatie kunnen samenvatten. Nu, wat bedoel ik met welzijn? Welzijn heeft natuurlijk wat minder aandacht gekregen de laatste tijd. Minder aandacht dan aandacht. Welzijn is belangrijk in de traditie van meditatie ook. Vroeger had je natuurlijk dat meditatie met name werd geassocieerd met ontspanning. Dat aspect van meditatie heeft wat minder de nadruk gekregen de laatste jaren door dus de beweging van mindfulness, door de trend van mindfulness, maar is ook net zo goed heel belangrijk. Dus welzijn wil zeggen in feite in de eerste plaats ontspannen. Je leren jezelf te ontspannen, maar ook te leren jezelf te accepteren. Dus niet je de hele tijd jezelf tegen te gaan, te verzetten tegen hoe je bent. Maar naar jezelf te durven kijken en kijken, nou kijk, dit is alle ruis die ik in mezelf heb. Dit is mijn geest die van de ene naar de andere gedachte springt.
En soms vergelijkt ze dat ook wel met een aap, die van de hak op de tak springt. Rare vergelijking. Ja, dat is een beetje een rare vergelijking. Een beetje in het Nederlands klinkt het een beetje gek, hè? Ja. In het boeddhisme bestaat die vergelijking al vrij lang. Dus de menselijke geest wordt wel vaak vergeleken met een aapje dat van de hak op de tak springt. Maar een leraar die ik zelf goed ken uit Thailand, die heeft wel eens gezegd, ja, maar apen die kunnen ook getraind worden. En er zijn ook plaatsen in Thailand waar ze werkelijk apen trainen. Je hebt zelfs hele trainingscentra voor apen. En het is zelfs zo dat er eilanden zijn in het zuiden van Thailand waar mensen gewoon samenwonen met apen, waar het heel gebruikelijk is om een aap te zien op die achterop een motor zit of zo bij een mens. Dat soort dingen is een beeld dat we niet in het Westen veel zien. Maar je toont dus aan dat je zelfs een wilde aap kun je ook trainen, kun je ook oefenen. Nu, ik zou niet op ingaan of sommige van die apen misschien ook wel mishandeld worden in Thailand, maar dat is nu even het punt niet. Het punt is dat onze menselijke geest soms net als een aapje is, maar dat als we dat aapje leren accepteren, dat we ook meer ontspanning vinden. En dat is de eerste stap in meditatie. Meer rust, meer acceptatie. En dan realiseren we dus ook dat er ook een vreedzame aard is in ons menselijk bewustzijn. Een vreedzame, rustige, kalme aard. Die ontspanning en die acceptatie van jezelf bouwt zich geleidelijk aan op. Dus we merken dus dat we van een gevoel van ontspanning en acceptatie geleidelijk aan steeds meer een zekere heelheid ervaren, een zekere rust die heel diep gaat en die je misschien zelfs wel als geluk kunt omschrijven. En daarmee verandert ook je kijk op wat je normaal geluk noemt. Dus normaal zou je misschien heel blij zijn met een nieuwe auto te kopen, die je misschien na een paar maanden al helemaal zat bent. Maar aan de andere kant, dus door meditatie regelmatig te doen, merk je dus dat dat soort geluk je veel minder waarde aan gaat hechten daaraan. Dus je merkt dat je een andere kijk krijgt op wat nu eigenlijk gelukkig is en wat niet gelukkig is. En wat geluk is en niet geluk. En dat je daardoor dus ook een ander inzicht krijgt. Ik zei net al in het begin dat meditatie dus een aspect heeft van kalmte en inzicht. En hier zie je dat dus heel duidelijk in terug. In dat aspect van geluk. Dat je daardoor dus ook een andere kijk krijgt op de dingen om je heen. Daarom zeggen we ook wel in het boeddhisme, er is geen hoger geluk dan het geluk van de goed geoefende geest. Dus je kunt wel proberen je hele leven op orde te brengen en een hele mooie baan te krijgen en een heel mooi gezin. En alles is pais en vree, alles is helemaal mooi en je hebt een huisje, boompje, beestje. Maar uiteindelijk, als je niet van binnen gelukkig bent, dan ga je uiteindelijk toch zelfmoord plegen. Dus dat is uiteindelijk wat we constateren steeds weer. Mensen die een heel succesvol en mooi leven hebben, dat die toch vaak ongelukkig zijn. En dat komt dus omdat er eigenlijk maar één iemand is in het leven die je heel erg gelukkig kan maken, en dat ben jezelf. En dat is het hele idee van geluk in meditatie. Dus het aspect van welzijn naast aandacht is ook heel belangrijk en leidt uiteindelijk tot een geluk in meditatie, wat geleidelijk aan zich ontwikkelt. En dat geeft je meer vrijheid en een meer inzicht in hoe het leven in elkaar zit. Dat beoefenen met regelmaat. In Nederland zeggen we soms ook wel consistentie, maar Mark en Brigitte hebben me net laten weten dat dat niet gebruikelijk is in het Vlaams. We proberen deze presentatie voor de volledige lage landen begrijpelijk te maken. Maar goed, regelmaat is iets wat we in Nederland ook zeggen. Regelmaat is heel belangrijk. Dus als je aandacht en welzijn ontwikkelt in je dagelijkse meditatie en je gaat dus regelmatig die meditatie beoefenen,
merk je dat het eigenlijk steeds makkelijker wordt. Nu zou ik even een vergelijking willen maken. Net zoals we dus in ons dagelijks leven vaak lichaamsbeweging nodig hebben, gezonde voeding, en dat we regelmatig een bad nemen, zorgen voor onze hygiëne, en ook regelmatig natuurlijk elke nacht proberen goede nachtrust te ervaren, goed te slapen. Al deze zaken kun je ook weer vergelijken met meditatie. Meditatie is eigenlijk het zorgen voor de geest. Die dingen die ik net noemde, is het zorgen voor het lichaam. Dus je zorgt ervoor dat je lichaamsbeweging met enige regelmaat beoefent. Zorgt goed voor je gezonde voeding. Je gaat regelmatig even een bad nemen of een douche. En je zorgt ervoor dat je een goede nachtrust hebt. Al deze dingen is eigenlijk het zorgen voor het lichaam. Maar het zorgen voor de geest is dat je dus werkelijk ook je geest gaat oefenen. Meditatie geeft, kun je daar wel mee vergelijken met een soort van lichaamsbeweging voor de geest. Dus in feite een gymnastiek voor de geest of een, net zoals dat je zegt, je hersenen of je menselijke geest is net als een spier die je kunt trainen en die je ook moet trainen. En je kunt ook vergelijken dat meditatie eigenlijk een soort van voeding is. Net zoals dat je eten nodig hebt om je gezond en sterk te voelen, kan meditatie dus ook kracht geven en weerbaarheid. En net zoals dat een douche of een bad ervoor zorgt dat je vuil en andere dingen van je lichaam verwijdert, zo kan je dus ook ontdekken dat je in meditatie merkt dat al die vaste patronen waarin je denken soms vastzit en alle frustraties en zo geleidelijk aan bezinken en veel minder een vat krijgen op je eigen gedachtenwereld. Dat je dus merkt dat frustraties en dergelijke als sneeuw voor de zon verdwijnen. En net zoals dat je dus nachtrust nodig hebt, is dus meditatie geeft je rust en vrijheid voor je geest. Dus dat is een vergelijking die denk ik heel belangrijk is. We kunnen onszelf de vraag stellen, als we zo goed zorgen voor ons lichaam, waarom zorgen we eigenlijk niet voor onze dagelijkse geest? En dat is een beetje het idee van dagelijkse meditatie, zoals we dat in Dhammakaya meditatie proberen aan te leren. En dat kunnen we met geleidelijke stapjes leren om dagelijks te mediteren. En dan merk je dus dat je daardoor een zekere kracht en creativiteit ontwikkelt. Dat dus meditatie niet alleen niet zozeer gaat om het onderdrukken of het vasthouden van je emoties of je emotionele wereld. Maar meer dat het je juist de kans geeft om meer open te staan voor de wereld. Omdat je voorbij je patronen gaat, voorbij je vaste cirkeltjes, voorbij je vastgeroeste patronen. Out of the box, zou je kunnen zeggen. En dat geeft je een zekere weerbaarheid, een zeker vernieuwde blik en een zekere creativiteit. Zouden we kunnen zeggen, Lisander, dat meditatie aan de basis ligt of de basis is van zelfreflectie? Jazeker, meditatie geeft je de helderheid en ook het vermogen om naar jezelf terug te kijken. Dus als je door meditatie, in feite in ons dagelijks leven is het vaak zo dat we de gewoonte hebben om heel veel naar buiten te kijken en de mensen, de situaties om ons heen te veranderen en niet zozeer onszelf. Door meditatie leren we eigenlijk meer naar onszelf te kijken. En daardoor ervaren we dus dat we meer bewust zijn van onszelf. Dus in wetenschappelijk onderzoek waar ik zo op terugkom, heb je dus ook daar heel veel aanwijzingen voor dat er dus heel veel de delen van de hersenen die te maken hebben met zelfbewustzijn die groeien door meditatie. Aan de andere kant is het ook bewezen dat door meditatie we minder geobsedeerd zijn met onszelf. Dus we zien onszelf beter in een sociale context.
We ontwikkelen meer openheid en ruimte in ons hart voor de rest van de wereld om ons heen. We zitten minder in die gevangenis van het zelf. Dat noemen ze ook wel in wetenschappelijk onderzoek en neurologisch en psychologisch onderzoek noemen ze dat ook wel de default mode network. Mm-hmm. Ik zal dan meteen maar even naar de volgende dia gaan. Dus hier zie je dat woord, default mode network. Dus in feite die gewoonte dat je naar jezelf verwijst, zelfreferentie, dat die wat meer in balans is. Dat je niet altijd zo geobsedeerd bent met jezelf. Maar aan de andere kant is het ook bewezen dus dat er dus zelfbewustzijn en geheugen hoger worden door meditatie. Dus we krijgen een meer natuurlijke, heldere kijk op onszelf. Nu we toch hier naar de wetenschap van de meditatieervaring aan het kijken zijn, zou ik nog een paar dingen daarover willen zeggen. Dit is een veld of een wereldje dat heel snel in beweging is. Dus als mensen kijken naar deze presentatie, zou het goed kunnen dat er al veel meer onderzoek naar is gedaan. Zo heb ik in deze lijst van wetenschappelijke bevindingen nog heel weinig geschreven over je chromosomen. En inmiddels is daar al veel meer onderzoek over dat waaruit blijkt dat meditatie ook je chromosomen beïnvloedt. En dat daardoor dus ook meditatie een invloed heeft op de lengte van je leven. Maar dat is nog heel vernieuwend onderzoek. En dat is voor mij als leek nogal moeilijk samen te vatten. Wat wel al lange tijd bewezen is, is dat meditatie de alfagolven in je hersenen versterkt. En dat zijn de golven die geassocieerd worden met kalme aandacht. Dus kalmte is iets wat je ook wel tijdens je slaap terug kan vinden. Maar de kalme aandacht is een hele unieke geestestoestand die dus met alfagolven wordt geassocieerd. En in meditatie vinden onderzoekers dus dat je heel veel alfagolven ontwikkelt in de meditatie. Daarnaast is het zelfs bewezen dat je hersenen groeien door meditatie, dat er veel meer verbindingen in je hersenen ontstaan. Nu klinkt dat heel raar, maar dat is dus werkelijk al heel uitgebreid beschreven en bewezen. Het is zelfs zo dat mensen die dus regelmatig mediteren, bijvoorbeeld bepaalde boeddhistische monniken die zijn onderzocht, bijvoorbeeld Matthieu Ricard, daaruit bleek dus dat zijn hersenen zelfs gewicht zijn toegenomen door meditatie. Dus dat is iets wat Steven Larijs vanuit België heel bekend, een hoogleraar die onderzoek doet naar meditatie en de effecten op de hersenen. Die heeft daar ook al verteld in een recente aflevering op televisie. En daar blijkt dus dat de hersenstructuur dus vrij veel kan veranderen door meditatie en zelfs dus aan gewicht kan winnen. Dus dat je hersenen in feite groeien. Klinkt allemaal heel eng, maar dat is een heel natuurlijk proces. En we moeten niet vergeten dat de hersenen zijn het kantoor voor hoe de geest werkt. Dus als onze geest gelukkiger is, rustiger, kalmer en aandachtiger, dan zijn onze hersenen ook, die passen zich daaraan aan en die groeien dus ook. Het is ook natuurlijk al langere tijd bewezen dat meditatie helpt met het omgaan met stress, wat ze ook wel noemen de ontspanningsrespons, de relaxation response. Het verlaagt je bloeddruk en maakt je hart stabieler. De meditatie verbetert het immuunsysteem, geeft je meer antilichamen en wat ik al zei, het verandert zelfs de chromosomen. Het is ook bewezen bijvoorbeeld dat meditatie het prikkelbare darmsyndroom verbetert. En zo zijn er wel meerdere ziektes waarvan is bewezen dat meditatie je het makkelijker maakt om ermee om te gaan. Dat zijn zo wat dingen die ik wilde vertellen over meditatie en de aspecten die ik noemde van kanten. Enerzijds welzijn en anderzijds ook aandacht die we telkens weer terugzien ook in het onderzoek. En dat dus heel belangrijk is als je dus een dagelijkse meditatiebeoefening begint,
dat je die twee aspecten in de gaten blijft houden en met regelmaat beoefent. Dus je leert om aandachtig te zijn in meditatie, maar je leert dus ook om je meer en meer te ontspannen. Dan wil ik nog even een paar woorden wijden aan de houding in meditatie die Martin Bizet al noemde. Het is belangrijk in meditatie dat je goed zit. Je kunt op een stoel zitten, dat verbied ik zeker niet. Dat is heel goed mogelijk. En voor veel mensen is dat ook de enige ontspannen optie. Maar als je gemakkelijk op de grond kan zitten en je hebt daar niet te veel moeite mee, dan raad ik dat ook zeker aan, want dat geeft je een hele stabiele houding. Als je op de grond zit, dan kun je in de traditionele houding zitten met het rechterbeen op het linker onderbeen. En dan een soort van traditionele houding die we soms ook wel de lotushouding noemen. Maar in feite hoeft dat niet. Je kunt bijvoorbeeld ook in de kleermakers zitten. Of ook met het rechterbeen voor het linkerbeen, wat we soms wel de Burmese houding noemen. Al deze houdingen, daarvan is het belangrijk dat je bekken een beetje gekanteld is naar voren. Dat je een beetje daarmee je met een rechte rug zit. En daarom is het heel belangrijk dat je een goed kussen kan vinden. Dat je kunt gebruiken om goed recht te zitten. Dan, wat ook belangrijk is, is dat je je handen op je schoot legt. Dat je je schouders naar achter laat rusten. En als we in meditatie, in Dhammakaya meditatie zitten, in de meditatiehouding, dan doen we de rechterhand op de linkerhand met de rechter wijsvinger tegen de linkerduim. Zo. En zo kun je dat dus op je schoot leggen. Dus de rechter wijsvinger tegen de linkerduim. En dan leg je zo je handen op je schoot. En op die manier mediteren we. Dan moet je dat natuurlijk niet allemaal te serieus nemen. Het is belangrijk dat je ontspannen blijft. Maar deze houding die wordt zo onderwezen omdat het ons helpt om aandachtig te zijn in meditatie. Dit was de presentatie die ik vandaag wilde geven over Dhammakaya meditatie. En daarbij dus de houding uitgelegd in het kort. Maar wat nog veel belangrijker is, de innerlijke houding waarbij dus enerzijds aandacht en anderzijds kalmte, welzijn, rust heel belangrijk is. Hebben jullie vragen of opmerkingen die jullie hier nog bij willen stellen? Ik denk dat het volledig was, niet? Oké, dan wil ik voor vandaag met deze eerste lezing van deze reeks afsluiten. En iedereen die naar deze lezing, naar deze presentatie luistert, je kunt dus altijd met onze online meditaties meedoen. Daarvan vind je meer informatie op onze website. En we hebben dus ook meditaties in onze tempel die we met regelmaat aanbieden. En daarmee kun je dus ook meedoen. Daarvoor ook meer informatie op de website. En ja, je kunt meer van deze lezingen vinden op onze website en ons YouTube-kanaal. En als je een goede basis wil hebben in je begrip van Dhammakaya-meditatie, dan raden we zeker aan om elke van deze lezingen te volgen. En dan heb je een goed idee, een goed concept van wat Dhammakaya-meditatie inhoudt. Dan wilde ik het voor vandaag bij laten. Bedankt voor je aandacht en tot de volgende keer. Dankjewel. Dankjewel.